je nog een tulpentip? Je bedoelt een narcissentip, waarschijnlijk. Dat is een narcis, hè? Ja, weet je, iedereen... Het is een lelijk doen tegen mij. Nee, dat was niet echt lelijk. Het is meer... Maar goed, wat de meeste mensen doen, is als ze in de tuin gaan planten, is een rond gaatje maken en dan zetten ze... Ja, dan krijg je een toef van 10 tulpen in het voorjaar. Of narcissen. Ja, dat is toch een beetje gedateerd, mag ik het zo zachtjes zeggen? Pittig. Ja, ook een beetje. Kijk, in potten vind ik het gaaf. En dan doe je verschillende lagen bloembollen boven elkaar. Die bloeien allemaal door elkaar en na elkaar. En dan krijg je echt een explosie van bollen in een pot. En die pot is dan ook nog in een kleur. Top. Wat je ook kan doen, is zeggen van nou, ik pak bijvoorbeeld eens wat alliums. Of ik pak eens een hele gekke tulp. En die ga ik tussen mijn vaste planten doorzetten. Dus als jij bijvoorbeeld een groep campanula's hebt, bodembedekkende campanula's, en je zet daar tulp tussendoor, of gewoon eens af en toe een allium, dan wordt het een beetje een verrassing in het voorjaar. Waar komen ze ook alweer op? En welke combinaties levert dat dan op? Kan veel spannender zijn en leuker in de tuin, dan dat je er allemaal maar groepjes mee maakt. Dus probeer er een beetje mee te spelen en wees vooral niet bang om eens een keer een misser te maken. Hè? Maakt tuinieren eigenlijk misschien wel net zo leuk. Oh, en nog één. Oh, vergeet er nog één. Hele belangrijke. Als jij siergras in de tuin hebt, die knip je af, hè? Begin voorjaar, maart, knip je alles weg, heb je niks meer. Duurt tot begin mei. Zet daar nou eens gewoon een groep narcissen tussendoor. Die narcissen, die bloeien namelijk vanaf begin april, tweede week april. Dus die komen op het moment dat jij de grassen terugknipt. Dan heb je ineens toch weer een groen gewas van de narcis. Hij bloeit tweede week april tot vierde week april. Dan knip je hem net zo'n stukje boven de grond weg, want dan is hij uitgebloeid. En vervolgens komen de siergrassen weer bovenuit. Kan ook met pluimhortensia's. Dan heb je daar ook twee keer iets leuks.